De ontknoping van dit allround toernooi met eerst Sablikova tegen de Jong, dan Miho Takagi tegen Wüst. Wat legt ze de druk erop meteen voor Miho Takagi, want dat is natuurlijk het belangrijkste op dit WK allround. Ze geeft alles in de strijd voor de titel. Het schema van het wereldrecord was 6-0-9-87. Hier komt ze in 6-10-39 met 31-8. Maar kan het wel, nog zo'n rondje. Nog zo'n rondje en je bent er. Dat wereldrecord uit 2011. Novak juicht daartoe. 6-42-66. Onder wat 32 blijven. Een unieke schaatsvrouw is dit, Sablikova. Sowieso een grootse tijd. Sowieso een baanrecord hier in Calgary. Het publiek gaat staan op de banken. Gaan ze weer zo'n magisch moment meemaken. Een wereldrecord in Calgary. 6-42-01 is een wereldrecord. Een dikke vuist van Sablikova. Wat een geweldenaar. Deze schaatsvrouw uit Tsjechië. En nu kijken naar Antoinette de Jong. Die komt binnen in 6-56-26. En blijft dan voor achterreekte in het klassement. Hoe hoog legt Sablikova de lat? 14.99. Moet ze goed maken. En Miho Takagi, ja, ga dan maar eventjes starten. Je hebt een wereldrecord gezien. Dit is bijzonder. Niveau is hoog op deze 5 kilometer. Ze mag eigenlijk... Daar ging ze bijna onderuit op de buitenkant. Wat is dat? Miho Takagi. Dus met bibberende benen. Ja, en dat komt er scherp. Misschien is ze nu scherp. Wakker geschud. Zocht die ontspanning op. Het was te veel ontspanning. 31-9 voor Sablikova. Wüst nog voor Miho Takagi. Ook Wüst. 33. En kijk eens, Takagi versnelt weer. Het is 12.7. Ze moet. Ze vecht. Ze vecht voor de wereldtitel. Nog 2,2 seconden heeft ze. 2,1 daar rechts in beeld. Kan ze hier Wüst nog een beetje gebruiken? En wat kan Wüst? Die rijdt nog steeds in de buurt van het schema van Antoinette de Jong. En moet daar 3800 op goed maken. 1,3 seconden nog. Op deze 5 kilometer die razendspannend is. 1,1. Nou, Sablikova verslapte nergens. Twee ronden nog. 4200 meter. 33-6 voor Miho Takagi. 16 deze nog. Het gaat er niet lukken. Wat een ongelooflijk toernooi is dit. Even probeerde ze het nog. Ze moest boven haar macht deze 5 kilometer rijden. Deze Miho Takagi. Die toch iets unieks gaat doen. Hè? Want hier is de voorsprong verdwenen. Takagi gaat op het podium staan op een WK Sprint een week geleden. En nu op hoogte in een andere tijdzone op het WK Allround. Doet ze het weer. Maar ze gaat toegeven op Sablikova. Nu loopt het verschil groot op. De 4600 meter. Dan maar eens even kijken naar Irene Wüst. En het verschil is te groot. Ze gaat niet op het podium eindigen, Irene Wüst. In deze slotrit. Ze wist wat ze moest rijden. En kijk naar Takagi. Bijna gevallen. Miho Takagi met een hele moeilijke 5 kilometer. Gaat hier de wereldtitel geven aan Martina Sablikova. Nou, die heeft hem gepakt met beide handen. Wüst, een mooie strijd geleverd. Ze heeft ervoor gestreden. Maar voor het eerst in 13 jaar niet op het podium. Is de nummer 4 in het eindklassement. En nu de nummer 5. Miho Takagi is de nummer 2. En dat betekent dat Martina Sablikova kan juichen. Met een fantastisch wereldrecord is zij de allerbeste hier op dit WK Allround. Wat een geweldenaar is deze Sablikova. En de Jong is blij na 2 vierde plaatsen. Is ze dan wel weer de nummer 3? Weer dat brons.